Toen Wies klein was, konden we gewoon haar luier niet open doen, want ze associeerde gewoon het verschonen al met pijn. Dat was heel erg naar. Ze heeft de ziekte van Hirschsprung. Ze was ontzettend ziek. Ze kreeg een enorme bolle buik vol met ontlasting. En toen kwamen we in het ziekenhuis en werden er allerlei hele nare onderzoeken gedaan. Met een hele grote tang gingen ze haar anus in om hapjes te nemen. Stukjes darmweefsel. Ja, dat heeft zoveel pijn gegeven. Je staat daar echt met tranen in je ogen naar te kijken. Dat is heel naar. Ik moest vroeger best van naar het ziekenhuis en er worden er veel nare onderzoeken gedaan. Met deze tang neem je dus een biopt van het laatste stuk van de darm, wat je door de anus inbrengt. Bij een baby en dan pak je dus een hapje van de darm, dat trek je eruit, zodat er verder onderzoek gedaan kan worden om aan te tonen of er een darmziekte is of niet. Dat is een vervelend onderzoek om te ondergaan, maar ook om te doen eigenlijk. Dus in plaats van onderzoek te doen vanuit binnen in de darm, gaan wij juist de diagnose stellen vanuit buiten de buik. Nou, op dit moment kunnen we met de plakkers wel een uitdraai maken van de activiteit van de darm. Maar we moeten nog weten hoe we deze resultaten moeten interpreteren om te kijken wat is zieke darm en wat is goede darm. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Het is aan de buitenkant, dus gebeuren geen nare dingen. Ja, dus als vereniging willen wij heel graag daaraan meewerken. Als de dokter zo deze plakkers zo op mijn buik plakt, dan kan de dokter zien hoe het met mijn darm is. Als dit lukt, dan kunnen we wereldwijd volwassenen en kinderen met deze darmproblemen pijnloos onderzoeken. Stem op ons! Zodat andere mensen geen vervelende darmonderzoeken meer krijgen.